Mir is een marking zo te zien. De respawn moet ze echt fixen, want dit is fucking bullshit. Voordat ik kon indirecten. Oh, kut, tank. Better watch myself here. Dingen, maar dat wou je niet. En als je tank natuurlijk gestopt. Even kijken, wat hebben we nog allemaal? We moeten sowieso terug daar naartoe, dat is nog wel een eindje weg voor die spurs. Dat is even en doen. Ik heb zo'n military target. Daar zijn we nog redelijk in de buurt. En we hebben zelf weer meer bewegingsvrijheid. Dit gebouw. Much better. Shit, drop!
Oh, de zooi blijft ook veel te lang liggen. Het moet wel een camera of iets zijn. Viviro is de key to paradise. It will not only save Yara, it will heal the world. Oh, je zit misschien bovenop het dak. Oh nee. Zit gewoon hier. Should kill the alarm. Zo'n beetje alles toch? Oh, 700 meter verder. Idee's hebben. Wauw, slopperd. Sloppertij bent Roy. Have to be careful.
Waar de fuck komen jullie ineens vanaf? Kijk erop. Wow, die fucking onzin mogen ze echt stoppen. Insta-spawn rondom me. Nadat je gedetecteerd wordt. Er was nog geen alarm afgegaan. Dan moeten ze er niet in blijven staan. Echt. Okay, King. Oh, special forces. Oh, we gaan het proberen. Duw op twee jongens, echt vlek erop. Waarom pakt hij de hele tijd die flamethrower terwijl ik juist die wilde pakken? Fuck! Vlek erop, what the fucking bullshit weer.
Damn, son! Ben jij wereldkampioen granaat gooien? Holy moly, we gooien jij die granaat weg. Au, au. Lost them. Daar een paar vlaggen. Oh, maar die kan dat. Clara, think I'm coming up on a tobacco packing plant. There could be something useful for us there. See if you can find a computer on site. Might have some good intel for us. Coño, what am I, your IT technician now? Yeah, that's right. Danny Rojas, IT guerrilla. Suerte. Is het nu klaar of moet je nog bezig? Hoe moet ik dat zien? Eyes up, Danny. Shit, a fumigator. Medic can't save you. Even kijken, als we dan een sniper weer even terugpakken.
Dan mogen we lekker allemaal elkaar uitmoorden. Kill ze allemaal! In het. Dank u. U ziet mij. Ja, u ziet mij. Zo. Oh, hij moet gek. Met de laatste bullet van de clip. Yep, oh, yeah. Heb ik al gemerkt. I can see in your eye you are a savvy bitch. Du. Your ski. Bungie kan dat wel als ze willen. Is alleen voor eigen muziek te maken. Dan heb je ook geen copyright issues. Even bezig. Zo, weer een basis veroverd. Hoepdiedoepdiedoe. Thank you.
Hey! Als jullie zoveel problemen hebben met vliegtuigen bij te vullen. Ik heb tot nu toe nog geen waarschuwing gekregen. Maar ja, anders verwijder ik hem op Twitch en dan laat ik hem alleen op YouTube staan. Bro. Makkelijk zat. Op YouTube heb ik ook geen strijpjes gekregen. Hij geeft wel aan dat er een auteursrechtenclaim is, maar de advertentie dingen gaan gewoon naar naar Sony. Dus dan is het probleem al opgelost. Killing me will not do anything. So the whole... Hey you. Hey you, bam. Gracias. No hay problema. Weer in een dooja. Ja, tot nu toe vind ik het wel leuk. Eén snelle is die insta-respawn van snipers en zo. Dat is een beetje bullshit. En een beetje laag met ammo en zo. Ja, dat is een beetje absurd. Ik wil qua difficulty op de dingen. Die eerste optie is goed te doen. Het is alleen als je sniper torens hebt die uitschakelt en je loopt er van weg en respawnen weer. Ja, houdt heel vlug op, hè. Interessants kopen. Daar heb ik nog helemaal niet aan gekeken. Nee, de revolverwapens moet ik zeggen. Smart, self-revive and rapidly heal yourself and nearby allies over time. Oké, nou laten we die sowieso maar verkopen. En dan ga ik die toch niet gebruiken. Hoewel self-revive al leuk is, maar die rockets zijn ook wel makkelijk. Projectiles do not lock onto enemies. Dat is een nail gun. Zo, dan heb ik nog 150 over. Ah. Ja, ook daar was ik inderdaad al achter gekomen. Die hadden we klaar. Maar dat is een ander gebied. Volgens mij. Dus we zullen maar even afblijven nog.
military target. Ik kan trouwens wel heen, want ik kan hierheen fast travelen. Dat is de Yaran story. Het zijn gewoon allerlei military targets die ik heb, dus ik kan best wel dadelijk hierheen, denk ik. Eerst even gewoon terug naar mijn hideout. Oye, guerrilla. Hey, we kunnen hem upgraden. Gewoon onder kap. He's supposed to take over at 4 a.m. Let me guess. He doesn't show up. Don't know where that motherfucker goes, but he comes an hour late. Doesn't get it. Oye, Danny. I got word that Jose's pissed about his poison. Oh. You fucked up his operation good. Maybe I was wrong about you. Maybe. So now I'm going to ask you for a favor. Our people are rotting in Jose's prisons. One of them, Miguel, is like a son to me. We'll need a prison truck to bust them out. Steal one, then meet me at the gas station near the prison. We drive in, grab our people, and leave before anyone gets smart. I'm trusting you with this, tourist. Don't fuck it up. Okay. Oh. Don't take too long with that prison truck. Ga eerst even die doen, eerlijk gezegd. Got some cockfighting here. Kijk, dat is ook wel erg fijn. En ook replenished wordt. Phil is going to send you a picture of the type of truck we need. You can't send it yourself? I worry if his piece of shit phone would just do what I... In Candela, this guy. No photo currently available. Dat is ook handig. Wel komen dadelijk als we weer missie als min pakken. Ik loop hier met mijn wapen rond trouwens. Dat is ook niet heel handig hoor. Is ook een workshop. Wacht, Primal is toch al even geleden dat hij uit de school is. Nu, je had sowieso Far Cry 1, 2,
Die volgens mij zelfs al. How grueling it is. I have to deal with people like me out. Help me out. Okay. Gracias. Me salvaste. De nada. Ja, dat weet ik. Leaders for Junior Completing Operations en Yaran Stories, oké. Okay. Dadelijk gewoon die missie dus aanzetten. Oh, hier is een ding er dichtbij. What's the hold up, tourist? Check the baseball field near Verdera. They always park trucks near there. Oké, okay. Gracias. Oh, hier staat. Gracias, Oluas. Coño, this guy has a serious pest problem. I should take a look inside. So this is Alvaro, place. No sign of Alvaro, or the mongoose. What was that? Sounds like it's coming from that shed. That's all that the mongoose will end up. So you're trapped in the shed. I think it's time we met, mongoose. Ik heb ook al twee guards op de paard gestopt. En er waren maar twee, geen drie. God damn it. Ze zijn dood. Your mongoose reign of terror is over. And thank you for the key. Ik heb gewend. To be done with this place and mongooses. Oké, okay, dus treasure hunts zijn het mogelijk wel waard. Laat het zo formuleren. Nice boat. Is it yours? No, I stole it.
Papa taught me how to hotwire tractors when I was a kid. Boats aren't so different. Hey, we have to get Carlos a doctor. Good luck. He's coughing blood. He needs help. Papa took me fishing once, south of Costa del Mar. He's a hell of a rancher, but a shit fisherman. No patience. Couldn't cast. Kept snagging his line on the bottom. Even hooked himself in the lip. Got so pissed he threw a stick of dynamite in the water. Killed a lot of fish, but also put a fucking hole in our boat. We swam 5 kilometers back to shore. All these boats stopped to help, but Papa told them to fuck off. What does this have to do with Carlos being sick? I'm saying that the day Carlos Montero gets help, is the day hell freezes over, Danny. Coño. You Monteros are stubborn. Not me, just Papa. Sure, sure. Shut up. Fucking tobacco. It was supposed to make our people rich. That's what Anton said anyway. Si. That's how we got elected. Yes, and a lot of us voted for him. We believed in his promises. We thought it was going to be like the old days again. Like some kind of fantasy. We were so fucking wrong. If we want to change things, someone has to whip us all into shape. Bring us together. And it's not going to be Papa. So Carlos doesn't have a plan? His plan is don't tell anybody what the fuck you're feeling, ever. Don't trust anybody either, especially your own daughter. Just fucking react to whatever Napoleon el Pequeño throws your way. He's old school. Reminds me of my headmaster in the orphanage. Strict, tough as shit, but if he liked you, he had your back for life. That kind of thinking is gonna get us all killed. We can't keep reacting to Jose. It's not working. We need to try new things, be agile. Stay one step ahead of that little hijo de puta until he's dead. I'm with you. Good answer, Danny. Mierda, you smoking Mexican? Tobacco out here has been vivido. Can't even smoke our own anymore. Come mierdas. Shit. ¿Qué pasa? Jose fucking Castillo. Anton's bitch of a nephew. Lo veo y no lo creo. What's he doing? He's with the lieutenant we were looking for. Looks more like a scientist. Let's take Jose out. No. Might hit the lieutenant. No, the lieutenant doet niet wel weer. Fuck. Hey, over there. Oh. I need to know where that scientist is going. Let's search his place for intel. Let's go. Maybe his friend by the helipad can help. We were chosen by General Castillo to patrol his personal island. That means he trusts us. That means you and me are going places. I guess you didn't hear about Munoz and Rubio. What about them? Hop, hop. Medic. Venga, that was close. Thank you.
find intel on where that scientist went. Staff pak pooch. Oh. Hoe ben jij niet dood als die granaat letterlijk achter je valt? Ik weet niet, maar... stonden gewoon letterlijk op elkaar gespond. Kapoets. Terrible. Oh, kut. Whoops. Sorry, Chevy. Chevy door de kop. Jo, die merk doet ook niks meer. Kut, dat is een special force in pijn. Oh. Oh, godverdomme. Die kant op. Oh, ik zet die boot daar zit. This says Jose has a villa on the north side of the island. Let's go check it out. Maybe there's something that tells us where he went. Wordt verder hier achter in het dorp gaan rennen met die boot. Mm-hmm.
Stuff butchers. They're gone. Oh. Hola, dog. Wel op die rots eigenlijk kijken. On an engineer. Where is Yuri? Oh, hebben ze niet opnieuw geschoten? Dat is even het belangrijkste. Jose's got a computer around here. Uiteraard. Ik schiet alles af zonder dat het alarm kan doen en dan komen de special forces. Maar je hebt nog gered. No password, idiota. Let's see what we got here. El pequeño has a fucking torture chamber filled with outcasts. It's under the lighthouse just south of here. Cojones. Can you let me in? Done. I'll stay and see what else I can find. Suerte, Danny. What was that? Enemies in the air! Got to look closer. Grap, schiet ik precies tegen het gebouw aan. Dat is niet handig, hè? En weg met z'n eerie. Ja, meteen de special forces uiteraard. Dus why not? Zij is op die alien schieten natuurlijk. Oh,
zou verwachten dat er toch wat met ze gebeurt. Oh, slecht sniper. Au, au. Nou, dat was de hele in ieder geval. Oeh, dat is niet goed. Dat heeft me een hele levensbalk gekost. Zo, door de kap. Ik moet van die spekhops af zien te komen. By the way, die bunker 2 deur open gaat snel doorschieten. Dan kan je er een site naar op YouTube. Oké. Okay. Moet je erin zijn dan? Mierda. Nou, maar een beetje geluk. Zo, hier komen we nog meer aan. Ik moet zeggen, ben ik ze kwijt, maar. Is daar heel erg druk. Kijk, dan zijn we die in ieder geval kwijt. Dat is iets. Ik ben even goed nog wel behoorlijk wanted, maar een beetje vervelend om die main missie te gaan doen als we Special Forces ook nog op het nek hebben. Laten we nog maar even wachten. Spawnen hier letterlijk voor me. The fuck. Yep, mis. Oh. Shit, nou is te laat. Nou hebben ze geschoten. Wauw, die rode spont daar letterlijk voor mijn neus. Stond alleen de witte. Dat was een beetje onverduidelijk. Wat daar gebeurde. Ah.
gaan we ineens 20 jaar terug in de evolutie van videogames met het spawnen van politieagenten, zowel in Cyberpunk als hier.